Aanstaande zaterdag vieren we het bestaan van 25-jarig bestaan van de Loco. Nou ja, nu zijn we natuurlijk op pad. Alle mensen in de gemeente Oldebroek en Elburg hebben een krantje in de deur gehad waar dit poster in hangt. En deze is heel belangrijk. En dan gaan we grabbelen in een potje met al die adressen in. Misschien wel, ik weet niet hoeveel. En één uit de gemeente Oldebroek en één uit de gemeente Elburg. Die zijn de gelukkige winnaars van een minuut gratis winkelen. We gaan nu het veld in. Kijk, een van de vele posters die we voorbij zien komen. Maar we gaan uiteraard nog niet aanbellen. We gaan het even spannend maken. We zijn nu in de Lijsterbestraat. Kijken hoe het daar gaat. Weer een poster. Het wordt moeilijke mannen om er eentje uit te prikken. Natuurlijk gaan we alle kernen langs. We zijn nu in Hattemerbroek. De Zuiderzeestraatweg, Hattemerbroek, lezen. Even kijken hoor. Ja, kijk, weer eentje. We zien nu toch al verschillende posters hangen. Ja, weer één. Ja, weer één. Nee hoor. Ja, zo. Mini-smietje. En weer een boni. Weer een adres wat we toe kunnen voegen. We zijn nu in de Noordsingel in Wezen. Iedereen denkt natuurlijk van nou, die komen toch niet in onze straat. Nou, u kunt zien, bijna elke straat pakken we. Nou, hier niet. Ja, net boven de heg uit, maar we zien hem hangen. Heel verstandig. Goed in het zicht. Ja, we gaan nu het loop binnen. Nou, we zijn nu de Harmaatsweg in het Loo. En weer een poot. Ja, ja, weer één, ja. We zijn in Oldebroek. Ja, en weer een poster. Wat een grote bak op zoek, mannen, straks al die adressen. Ja, nummer 16, ook weer een poster. Een slimme vos. Even kijken, we zijn nu in de straat Huisstede. Ja, niks, niks. Ja, ik zie daar wat hangen. Wij zijn nu op de Rustenburgerweg en daar zien we natuurlijk, bijna elke straat is er nog raak, weer een poster van de boni. Ja, en de volgende plaats, Oosterwolde. Ja, we rijden nu Elburg binnen. We zijn nu in de Klokkerbekerweg. Klokbekerweg. Nou, even kijken als er hier wat hangt. Ja, weer eentje. Op nummer... Die daar. Klokbekerweg en op nummer 110 hebben wij van de Loco een rood poster gezien. Ja, we gaan nu kijken als ze thuis zijn. Eens even kijken. Heel spannend. Goedemiddag! Ja, ik moest even hoor, dat heb ik altijd zo graag willen doen. Wie ben jij? Ik ben Kevin. Kevin, en Kevin, zijn je ouders thuis? Of? Nee, die zijn op dit moment niet thuis. Heb jij even geluk? Ja, we zijn hier van de Loco. En jullie hebben een poster voor de raam. Ja, dat klopt. Dus jullie hebben gewonnen. 1 minuut gratis winkelen. Nou, dank u wel. Ja. Ik denk, ga direct mee. Ja. Ja. Nou. Hey, maar ja, kun je iemand bellen? Of? Ja, dat kan ik. Ik pak heel even mijn mobiel. Ja, is goed. Ja, Kevin. Ja, nou, hallo mevrouw, ik onderbreek even. Ik sta hier waarschijnlijk met uw zoon. Ja. Ja, hoe is uw naam? Greta van Asselt. Ja, Greta van Asselt. We zijn hier we staan hier met het team van de Loco. En u hebt een minuut gratis winkelen gewonnen bij de boni. Nou, super. Ja, als ik dit nu zeg, hè, wat als u gaat winkelen, wat pakt u het eerste?
Nou, ik denk dat we voor de koffie gaan. Voor de koffie? Oh, kijk, dat zijn mensen waar ik mee kan praten. Voor de koffie. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier en heel veel succes. En we zien elkaar nog. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Super. Oké, nou, ik sta hier naast Martijn Top. Ja, naast Martijn Top van de Boni in Oldebroek. En Martijn, we hebben ontzettend veel posters zien hangen in de gemeente Oldebroek. En natuurlijk hebben we wat adressen eruit gepikt, op een kaartje geschreven. En nou heb jij de eer om iemand blij te maken met een minuut gratis winkelen bij de Boni. Ja, spannend moment. Ja. Hè? Wie wordt de winnaar van de 1 minuut gratis winkelen bij Boni? Dit gaat hem worden. Huissteden 12. We weten natuurlijk de namen nog niet, hè? Want dat gaan we straks doen. Vanuit Boni willen we jou vast heel veel succes wensen. Nieuws. Je hebt een poster hangen van de Boni. Ja. Ja. Nou ja. Gefeliciteerd, je hebt een minuut gratis winkelen gewonnen. Ja, dankjewel. Ja. Ik schrok ervan. Ja, dat kan ik me voorstellen, zo'n camera. Dat verwacht je niet, hè? Ik kan zien, ook al je niet verwacht, het komt toch. Sjoerd en Maria Bos. Ja. Ja, dan gefeliciteerd. Dankjewel.